Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Ik heb van alles gefilmd dit weekend, maar ik heb nergens iets gezegd in de vlog, denk ik. Dus ik ga even toelichten wat we hebben gedaan. We hadden een weekje vakantie, maar we hadden eigenlijk echt superveel te doen. Dus ik heb niet heel veel gefilmd, maar het licht is trouwens zo fel. Ik ga misschien even binnen staan. Maar we zijn donderdag een 4D echo gaan laten doen van onze kleine baby. Super cute, we waren in Hasselt geweest ergens. Ik denk wel dat ik de naam heb gefilmd, maar ik had gewoon via Google gezocht wat het dichtstbij was. En zo ben ik bij die uitgekomen in Hasselt. Dus we waren daar een 4D echo gaan doen en daarna zijn we gaan eten bij Giuliano's. Dan dit weekend hebben we doorgebracht in Geel bij Niels zijn mama en stiefpapa. Die waren een weekendje weg, alleen één nacht eigenlijk gewoon. En de katjes daar, die eten natvoer. Dus die kunnen niet zo lang alleen zijn. Onze kunnen wel 2 dagen en een nacht alleen blijven, omdat die waterfontein hebben en een brokken, wat altijd meer dan genoeg is. Maar die katjes kunnen dat niet. Dus die hadden gevraagd als wij daar wouden gaan opletten. Dus dat hebben we gedaan. Gisteren zijn we naar daar gegaan. En dan vandaag zijn we teruggekomen. Was wel leuk omdat ik dan ook nog eens in het bad kon gaan en zo daar. Dus dat was ook wel fijn om zo even weg te zijn. Maar toch zo ergens waar we het kennen. Dus dat was ook wel heel tof om even te doen. En dan nu zijn we hier, zijn we terug thuis. Vandaag heb ik gepoetst. Niels is zijn papa gaan helpen met wat dingen in orde te maken nog in de tuin. Die is net thuis, het is ondertussen 4:30. Het is zondag vandaag. En het is onze laatste vakantiedag. Ik zeg het, vakantie kunnen we het niet echt noemen, want Niels is... gaan helpen bij zijn papa 2 dagen en ik had heel veel te doen voor het werk en zo nog. Dus ja, we hebben niet echt genoten van vakantie effectief. Maar oké, we hebben wel heel veel dingen gedaan die we moesten doen, dus ben ik wel blij. En ik had ook denk ik de foto's nog niet laten zien van de 4D echo. Ik heb ook een paar filmpjes, dus die zal ik ook wel toevoegen. En dit zijn de foto's. Ik ga ze hier leggen. Van onze baby. Als jullie ons op Instagram volgen, dan denk ik dat jullie ze wel hebben gezien. Maar je ziet echt zo al een mondje en een neusje. En zo cute. Echt zo schattig. We kijken er al naar uit. Maar voor nu gaan we denk ik niet meer heel veel doen. Ik ga zelfs mij douchen.
iets, ik heb wel iets chill aan, maar iets nog chiller aan doen. En een gezichtsmaskertje aan zal doen, denk ik. Want daar heb ik zin in om dat te doen. En dan gaan we spaghetti maken of pasta maken. Ik heb tomaatsaus uitgezet, want die had ik nog in de diepvriezer staan. En dan voor de rest gaan we gewoon wat chillen in de zetel. Misschien Breaking Bad afkijken vandaag. Ik zit al aan seizoen 5. Ik vind het nog steeds geen topserie, maar het valt mee. Maar Niels wil dat vooral heel graag afkijken. Daarom kijken we dat af. Ja, nu wil ik ook wel weten wat er op het einde gaat gebeuren natuurlijk. Dus thuis nog wat we gaan doen. Ik ben ook nog een wasje aan het draaien met lakens. Dus dat ga ik zelfs ook nog in de droogkast doen als dat klaar is. En dan chillen met de billen. Tijd voor de douche. Maar eerst ga ik nog mijn maskertje doen. Even mijn nieuwe badjas aan van de Olive. Ik heb nog een lichtroze bij besteld met mijn naam op, Thalisa. Super cute. En hier staat Thalisa Loop TL. Ik vind de badjassen van de Olive echt de zaligste badjassen die er zijn. Zo zacht. Ik heb ook een lichtblauwe met Mommy to Be erop. En dan voor de Baby Boy eentje met Baby Boy vanachter. Super cute. Ik vind echt hun spullen gewoon leuk. Ook leuk als cadeautje en zo. Echt, ze hebben echt heel toffe dingen. En nu is het tijd om mijn schmink heb ik eigenlijk niet op vandaag. Dus ik weet niet waarom ik dit doe, maar toch even cleanen. Allee, ik heb wel een beetje wenkbrauwpoeder op en mascara. Dus die moet ik er wel afdoen. Okay, en dan ga ik een maskertje doen. Even chillen in mijn badjas. Dan ga ik douchen. En daarna denk ik dat we gaan eten onder. En ik denk dat dat het plan is. Ik heb trouwens ook bij het bestellen van deze badjas een super tof slaapkleed besteld. Echt heel leuk. En dat ga ik sowieso meenemen als ik moet bevallen, omdat dat super handig is. Maar dat zal ik jullie straks even laten zien. Na het douchen. Dan kunnen jullie dat ook even zien. Maar dat hebben ze ook weer in alle kleuren. Net zoals de badjassen. En je kunt dat echt personaliseren met wat je maar wilt. Dus dat is echt zo leuk. En ja, gewoon de kwaliteit en de stofjes allemaal. Ook van de slaapkleed. Het is gewoon echt super zalig. Ook die badjassen. Niels heeft er ook eentje in een beige kleur. Allee, zo taupe beige. En die draagt hij ook super graag. Ik heb ook al ooit een cadeau gedaan aan mijn papa. Die draagt hij ook echt super vaak. En mijn mama. Alleen mijn zus heeft er geen, denk ik. Dus die kan ik misschien nog wel binnenkort bij de feestdagen of zo dat cadeau doen. Dat is altijd wel echt leuk. En gewoon dat je zo kunt kiezen wat je erop kunt zetten. Dat is gewoon zo'n leuk concept, vind ik. Zo'n leuk idee. Oké. Mijn make-up is er af. We komen van bij Niels en thuis. Dus ik heb ook mijn toiletzakje hier staan. En dit is nieuw van bij Le Olive. Hier heb ik ook mijn initialen op staan, TL. Dat is zo'n crème beige kleur. Beetje zalm ook wel. Dat is echt een super goede grootte voor hun toiletspullen in te doen. Dus deze neem ik vanaf nu altijd overal mee. En ook die kunt je bestellen, als ook paspoortcovers en zo kaarthouders voor in je portemonnee of in je handtas. Ook super handig dat je zo niet altijd een hele grote portefeuille moet meenemen. Maar ook zo'n kaarthouder kunt meenemen. Dat heb ik ook in dezelfde kleur trouwens. Ik zal dat zelfs even laten zien als ik mijn maskertje op heb. Oké, maskertje. Ik ga dit gebruiken. Boost of Indulgence. Van, wat merk je dit? Self. Noemt het. Dus dit ga ik even opdoen. Muffin! Hey! Ja! Yeah. Oeh, oh my, in mijn wenkbrauw. Oké,
even mijn wenkbrauwen meedoen dan maar. De katjes zijn echt blij dat we terug thuis zijn. Ze hebben al heel de tijd geknuffeld. Het is altijd leuk, hè? Ja, Muffin. Ik ben hier. In de badkamer. Oké, mijn masker zit erop. Wordt allemaal bij een chill zondagavondje, hè? Chill outfit. Maskertje. Haar omhoog. Lekker douchekes saus. En ik ga jullie even ook mijn paspoorthouder en kaartjeshouder laten zien. Oké. Het zijn deze, die komen trouwens ook altijd in zo'n super mooie zakjes. Echt super leuk. Zo van die dust bags. Ook de toilettas kwam daar ook in. Maar ik heb dat zakje boven gelegd. Want die toilettas heb ik al volle bak in gebruik. En dit is de kaarthouder. Die ga ik er nu ook uitlaten. En dan kan ik zelfs mijn kaarten erin doen. Dus je hebt hier 1, 2, 3 plaatsjes. En in het midden kun je die zo open duwen. Dus kun je geld insteken, briefjes. En dan vanachter heb je ook nog plaats om kaartjes te steken. En hier staat ook weer TL op. En dan ook de paspoorthouder. Fijn als ik binnenkort nog eens terug op vakantie kan. Het is al heel even geleden. Allee, toch met het vliegtuig. Maar dit is zo... een paspoortcover. Hier staat ook weer TL. Kunt je paspoort hierin steken. Achter deze flap en deze flap. Maar hier kun je dan ook nog kaart steken. Kunt je ook weer nog geld of documentatie steken. Super handig. Als je op vakantie gaat, dat je alles eigenlijk zo bij de hand hebt. Samen met je paspoort. Dus dat is wel ook super leuk. Vind ik goed gevonden. Want de meeste paspoorthouders hebben enkel zo waar je dan je paspoort kunt insteken. Maar niet nog extra dingen voor wat extra documentatie of kaart of zo in te steken. Dat is ook super leuk. En ook een TL. En ik heb dat allemaal in dezezelfde kleur gekozen. Met gouden bedrukking. Oké, ik ga mijn maskertje laten drogen. En dan ga ik mij binnen 10 minuten op een kwartiertje douchen. Dan zie ik jullie daarna en dan ga ik nog even mijn slaapkleedje laten zien. Dit is het slaapkleed. Echt super tof. Mijn buik past er ook echt perfect in. En er is nog plaats, dus kan nog groeien. En hier is hij ook weer gepersonaliseerd. Er staat mijn naam, Thalissa. Met een zakje, knoopjes, super easy. En dit is echt iets wat ik in mijn vluchtkoffer ga steken, sowieso. Ik heb die nog niet gemaakt, want ik moet nog een kleine 3 maanden gaan. Maar als ik die binnenkort ga maken, dan gaat deze erin. Want dat is super handig als je moet bevallen. Dit kan gewoon makkelijk omhoog. En als je dan daarna borstvoeding wilt geven, kun je snel die knoopjes open doen. En zo borstvoeding geven. Dus die ga ik zeker meenemen. Ook vanachter is die echt perfect. En het stofje. Ik wou dat jullie dat konden voelen. Dat is echt zalig. Dat is echt zo. Ja, satijn. Heel zacht. Echt super aangenaam stofje. Echt heel tof. Dus voor iedereen die trouwens zwanger is en zo, denk ik echt dat dat een must-have is om mee te nemen naar het ziekenhuis. Ook dit hebben ze weer in heel veel kleuren. En je kunt er echt laten opzetten wat je wilt. Je kunt er ook opzetten, mommy of zo, als je gaat bevallen en dat dan aandoet. Maar als je niet zwanger bent of niet moet bevallen of zo, kun je ook gewoon iets anders erop zetten. Dat is ook gewoon super leuk om het zo te hebben. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie bij Le Olive. Ik zal die hier zetten en dan ook alles nog eens onder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie dat daar ook nog eens terugvinden. Je kunt die dus gebruiken op alles. Je kunt die alles zelf personaliseren zoals je wilt. En daar is die ook allemaal op geldig. Dus heel veel plezier. Ook gewoon heel tof voor cadeaus. Ik heb er al heel vaak cadeaus besteld. Dus dat is ook een leuke optie. We hebben trouwens in de slaapkamer al de co-sleeper staan. Die heeft Niels deze week ineengezet. Dat moet tegen het bed. Natuurlijk, het bed is even kaal. Want we hebben de lakens afgehaald. En dit deel kan open. Dus dan heb je eigenlijk zo'n co-sleeper. Super schattig. En ik heb ook zo'n Mooney. Ik
konijn, die heb ik van Charlotte en Claudio gekregen. Leuk. Oh, ik vind hem zo cute. Echt schattig. En de co-sleeper trouwens hebben we van bij de Lidl. Die hebben er echt heel veel. Ik wou zo'n beige kleurige, omdat dat dan bij de kamer past. En ze hebben ook grijs, denk ik, en zwart en zo allemaal. Ik weet niet of ze die momenteel nog hebben, maar ik denk het wel. En als iemand gaat vragen van waar het tekentje komt, dat is van de gele flamingo. Dus, maar voor de rest, ja, ik heb er nog niks in liggen. Hè. Dus gewoon maar even erop gegooid. Ondertussen is het 10:30. Gaan we slapen. Dus ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Vinden we heel leuk. En dan zien we jullie snel weer.